De Nederlandse handposters hebben over het WK in Duitsland de eerste overwinning geboekt. China werd door de ploeg van bondcoach Helle zijn zondag in Leipzig met ruime cijfers verslagen. 40-15. Oranje herstelde zich daarmee van de met 22-24 verloren openingswedstrijd van zaterdag tegen Zuid-Korea. Met twee punten uit twee duels bezette nummer vier van de Olympische Spelen van Rio de Janeiro voorlopig de vierde plaats in groep T. Angela Steenbakkers. Estavana Polman en Angela malé scoorden vijf maal tegen China. Tegen Zuid-Korea was Louisa Bing nog de uitblinker aan Nederlandse kant door van de 22 treffers te maken. Maar tegen China wist zij door niet te vinden. De nummers 1 tot en met 4 van de 4 poeles van 6 landen plaatsen zich voor de achtste finales. Nederland speelt in de groepsfase nog tegen Cameroen. Servië en Duitsland. Twee jaar geleden schopte Nederland het op het WK en Denemarken tot de finale. Daarin was Noorwegen met 31-23 ten sterk. De vice-wereldkampioen had niets te ruchten van China, dat op het vorige WK al met ruim verschil werd verslagen. 42-21 en zaterdag met 20 punten verschil. Het onderspit moest delven in de groepswedstrijd tegen Servië. China opende nog wel de score, maar daarna gingen er 5 punten op Rijn naar Oranje. De Aziaten kwamen terug tot 6-3. Maar daarna liep Nederland in snel tempo uit na een royale voorsprong van 10 punten. 13-3. Nederland ging, mede dankzij vijf treffers van Malestein, rusten met een 20-9 voorsprong. Ook na rust bleef het klasseverschil met de nummer 17 van het vorige WK groot. Oranje gaf verdedigend minder weg dan in de eerste helft en boekte uiteindelijk een zege met 25 punten verschil. Cameroen is dinsdag om 15.30 uur de volgende tegenstander van Nederland. Het Afrikaanse team is na nederlagen tegen Servië en Duitsland na twee duels nog puntloos.